Goedendag, mijn naam is Jozef Aar. Vandaag lost mijn vrachtwagen op met de initiale functie, namelijk de val uit de toren. Als je geen neemt, de valversnelling, je deelt door 2, krijg je 4,92. Ja? We gaan afronden naar 5, ja, voor de wiskundige oefening hier. Dan weet je dat de valbeweging bestaat, het ht is 5t². Kwadraat. Kijk daarvoor naar de video over valbeweging van de kwadratische functies. Maar als je nu valt uit een toren van 500 meter, gaat een bal vallen, ja, dan de hoogte zal zijn 500 min 5t². Kwadraat. Ja, 500 beginwaarde en min 5t². Kwadraat. We gaan nu proberen die functie te schrijven in functie van de t. Ja? H is van t, dus t in functie van h te schrijven. We krijgen dus, hoogte van t is 500 min 5t kwadraat. Ja, we brengen de 105 buiten, krijg je 100 min t kwadraat. Ja, dan kun je h gedeeld door 5 schrijven als 100 min t kwadraat. Ja, of t kwadraat is gelijk aan 100 min h gedeeld door 5. Ja, we hebben een kwadratische functie, dan kun je t gaan schrijven als de wortel uit 100. Eventjes mijn pen verbeteren, 100 gedeeld door h gedeeld door 5. En dat is een irrationale functie, omdat je een wortelteken hebt. Je h staat onder het wortelteken. H is je x geworden hier in feite. Ja? We kunnen dus, als je h berekent, een t gaan berekenen. Als je op 500 meter hoogte zit, nog wel tijd zit je op 500 meter. Als h 500 is, krijg je 100 gedeeld door 100, krijg je gewoon 0. Krijg je dus wortel 100 min 100 is gewoon 0. Wanneer je op 400 meter gedaald, dus 400 meter, we tellen h gelijk aan 400 meter, dan krijg je wortel 100 min 80. Ja? 500 gedeeld door 4 is wortel 80. Ja? Wortel 20, dat is 4,47. Krijg je 100 min 80 is wortel 20. Als je op 300 meter zit, ja, krijg je 100 min 300 gedeeld door 65 is wortel 40. Dat zal zijn, het wortel 40 gelijk aan 6,32. Ja. Volgende, bij 200 meter krijg je wortel 60. Dat is 7,74. Bij 100 meter zit je op wortel 80. Ja. We gaan steeds dichter, wortel 80. Ja, kom je aan 80, wortel 100 gedeeld door 100 min 5 is 100 min 20 80. Is 8,9, bijna 9. En bij 500, 100 meter, zit je op wortel 100, min 0 is 100, is gewoon 10. Normaal gezien berekenen we van 0 tot 500. Hier doen we in een dalende lijn van 500 naar 0. Ja, dat is een beetje raar, maar dat is om niet duidelijk te maken, omdat hier van boven naar beneden valt. Ja, hier dus, we gaan van 500 naar 0, in die richting. Normaal begin je van 0 naar 1, 2, 3, 4, 5. Maar we gaan hier van 500 naar 0. Nu, in het algemeen, ja, kun je schrijven, ja, als de hoogte n is, dat wordt de formule n min 5t kwadraat. Ja? Dan kun je voor schrijven, 5t kwadraat is min h min n, of t kwadraat is h n min h gedeeld door 5. Ja? Of t is de wortel uit n min h gedeeld door 5. Ja? Bijvoorbeeld als, als n 2500 meter is, wat zal de formule dan worden? Het formule wordt dan t is de wortel uit 500, 2500 min h gedeeld door 5. Ja. Dus op die manier kun je vragen, na hoeveel seconden zit je op 200 meter, is 7,74. Na hoeveel seconden zit je op 400 meter, of 4,47. Gewoon omgekeerd van vroeger. Vroeger vroeg je uit de hoogte de tijd, dus de tijd uit de hoogte. Ja. En je vindt dus inderdaad, wanneer je op de grond 0, dat t gelijk aan 10 seconden. Dank voor de aandacht en tot de volgende keer.